In deze serie beantwoord ik jullie vragen uit de praktijk. En vandaag een vraag van Melvin. Melvin mailde mij met de vraag: Een stel kinderen loopt achter, moet ik meer gaan trainen? Ja, dat is natuurlijk een, een grote kwestie geworden. Moeten we gaan trainen op achterstanden? Ja, daarvoor moeten we eerst toch even het begrip achterstanden onderzoeken. Als je een achterstand hebt, dan heb je dat ten opzichte van iemand. Dus. De achterstand komt uit de gedachte dat we een soort van gemiddelde hebben, een gemiddeld kind die we kunnen meten en dan loop je op voor of dan loop je op achter. Er is niemand die zegt ik ben het gemiddelde kind. Dus je loopt voor of achter op een soort van ontwikkeling die we als basis veronderstellen. Nou is het helemaal niet gek dat je een paar basisinzichten hebt voor bepaalde leeftijden. Maar het idee dat kinderen de gedachte kunnen ontwikkelen dat ze achterlopen. Dus dat ze niet zo ver zijn als anderen. Of dat ze in de red race naar het HAVO uh, acht jaar lang dat niet gehaald hebben en uiteindelijk ook niet op de plek komen waar ze uh, thuis horen. Dat is een verschrikkelijke gedachte. Dus ik denk dat we voorzichtig moeten zijn met die terminologie. Maar natuurlijk moet je soms wel uh, trainen en, en, en uh, zorgen dat kinderen de stof krijgen uh, waar ze behoefte aan hebben. Ik heb een tijd lang kinderen zelf na laten kijken, hun werk na laten kijken. En toen ik zelf weer na zat te kijken, toen kwam ik erachter dat er een kind was die tien fouten had gemaakt bij rekenen en vier fouten bij spelling. Maar ik zag meteen iets opvallends en ik heb dat op het bord gezet en de volgende dag aan kinderen gevraagd: waar staan de meeste fouten bij rekenen of bij spelling? En toen zei dus ze, bij rekenen, daar staan er 10 en bij spelling 4. En toen hield ik stil. En zo lang stil dat die kinderen nog eens opnieuw naar het bord gingen kijken. Tot er één kind zei: Ja, maar bij spelling zijn het vier verschillende categorieën. En bij rekenen is hij overal een 0 vergeten. Bij het vermenigvuldigen met 10. Dus eigenlijk is dat maar één fout. En de weken daarna zijn kinderen zelf in het nakijken gaan zoeken. of ze één fout hadden of, of meerdere fouten hadden. Met andere woorden. Door het nakijken op deze manier gingen ze eigenlijk zich eigenlijk nog beter ontwikkelen dan vaak in de lessen zelf. Ik denk dat een achterstand ten opzichte van anderen een onterecht beeld is. Zeker voor de lange termijn, zeker met self-fulfilling prophecy... waar sommige kinderen eigenlijk het idee hebben dat ze niet in dit systeem thuis horen. Belastend is. Maar dat je je ten opzichte van jezelf wordt uitgedaagd is natuurlijk cruciaal. Dus ik zou zeggen... Zorg dat je van alle kinderen weet of ze het goed maken op school. Zorg dat je om de zoveel tijd weet hoe kinderen ten opzichte van elkaar scoren. Dat kan best. Maar zorg vooral dat je ziet of kinderen echt betrokken zijn en er echt ontwikkeling plaatsvindt. Dat is een weg die je met je kinderen uitzoekt, die veel meer garandeert en de ontwikkeling van kinderen stimuleert dan de vergelijking met anderen. En heb jij een vraag? Mail me dan. Graag tot de volgende!